We zijn gewoon eerlijk. Toch? Gewoon zeg het hoe het is. Give it to me raw. Straight. Bam! Daarom ben je zwanger geworden. Je kreeg het raw. Straight. Ja. En dat zwanger. Hey, 2023 zit er bijna op, maar voordat we overschakelen naar een mooier en beter jaar, tenminste, was 2023 mooi voor jullie? Ja. Ja, no? Ik zie het aan jullie. Jullie zijn vrolijk. Jullie zien er tevreden uit. Ja. Kom introduceer, Uno. Wat ik wil zeggen is, we zijn aan het einde van het jaar en ik wil het goed afsluiten. En ik kijk dan meestal naar, wie is bij me geweest in Gilly's Love Line in 2023? En iemand waarmee ik het heel leuk heb gehad, niet op die manier, maar in de show, of op die manier, maar in de show, is Tall Girl. En dit keer heeft ze de lover meegenomen, wat het nog leuker gaat maken. Nee, want zo'n lazy man, hoe kon je hem toch fucking aan dit toe, die show? Huh? Nee, dat moet niemand zeggen. Nu doen jullie stil. Nee, dames, welkom in Gilly's Love Line. Welkom, man. Welkom. Leuk dat jullie er zijn. En Tallgirl, ik meen wat ik zeg. Ik dacht van, boy, ik wil dit jaar goed afsluiten. Boy, ik moet aan Tallgirl denken. Waarom? Sinds je bent geweest, ben je in mijn leven. Want overal waar ik ga, moet ik verantwoording afleggen voor wat jij hebt gezegd over 7000 SLD wat mensen wel of niet verdienen. Maar jij hebt dat probleem niet? Tenminste, nee. Probleem. Jij ervaart dat niet dat nee, mensen je erop aanspreken? Mensen noemen me gewoon 7000. 7000? Nee, 7000. En jouw reactie? Ja, en jouw reactie? 6 euro. Ik dacht, anno, sorry. Nee, maar was leuk, toch? Is een hele moment van gecreëerd. Want ik heb pokus voorbij zien komen. Ik heb memes natuurlijk voorbij zien komen. Een hele toneelstuk is eruit gekomen. Oh, ja. Ja, toch? De man voel van de neem. Asago. Ja. En tijdens die vierdaagse, pokus voorbij zien komen. Ja. Maar ook reclames. Ja. Dat ik eerlijk, Angami. Heb je voordeel uitgehaald? Financieel? Ook. Ik heb veel meer opdrachten gehad die periode. Veel meer bedrijven hebben me benaderd. Oké, ik ga niet met iedereen zien, want mijn manager is moeilijk. Oh? En ik heb meer followers. Mijn followers is snel op. Het was op 100k. Mooi, toch? Een paar dagen. Alleen maar positieve dingen. Maar nooit is het in je hoofd gekomen van... Kom langa wasangi gili. Nou, spa, we gaan dat overstaan. Ade? In mijn auto. In je auto, hè? Oh, 7000 SID? 7600, ja. Ik heb echt genoten om te zien wat dat ding heeft gedaan. Ja. Terwijl je hebt gewoon gesproken wat je vindt, jouw mening. Precies. En ik waardeer dat je zo open kan zijn en eerlijk. En daarom zeg ik, ze moet weer komen. En dit keer, zoals ik zei, heb je... Ik zei lover, was een grap? Of was het lover, toch? Maar je vriendin Shanika, want jullie zijn leuk. Ik kijk naar jullie en ik denk, vind je toe die Sven Makandra, jongen? Wat is het verhaal hier? Het verhaal delen? Oké, mag ik eerlijk zijn? We hebben een gemeenschap. We hadden een gemeenschappelijke smama. Jullie hadden gemeenschappelijke smama. Look, jullie zoeken weer dingen, hè? Nee, maar je weet hoe Surinamers werken met reacties en zo, toch? Ja, dus hoe ready? We moeten eerlijk zijn. Graag. Ja. Is dit het verhaal? Ja, sorry, ga door. Dus toen we erachter kwamen, waren we like, high five. Oh, high five. Besties. Dus geen kofu, niks, niet jaloezie. Nee, maar hey. Secure. Nee. Je hebt smaak. Nee. Mister Vloba, man. We hebben het over een man, toch? Ja. Toevallig. Toevallig. Nee, ik kookte voor hem. Ik kan niet koken. We vulden elkaar. Is dat echt het verhaal? Ja. Oké, en hoe lang geleden is dat? Dat want ook hoe lang kennen jullie elkaar? 5. Bijna 5 jaar. Kijk, in Gilly's Love Line praten we over de liefde, maar liefde is breed. Dus vriendschap is ook onderdeel van dat ding. Ja. En ik kijk naar internet is internet, kiek is kiek. Maar ik kijk naar jullie en ik denk, deze twee zijn matties. Zonder... We kenden elkaar langer, maar dat we echt closer, dus naar elkaar toe zijn gegroeid, is voor mij 3 jaar, bijna 4 jaar. Ja, klopt. Jaar is het 4. Maar wie was eerst op, op dat internet filmpjes maken dan? Oké, hoe moet ik het uitleggen? Bedoel je op die TikTok zelf? TikTok, Facebook, whatever. Dus wie? Ja, wie? Oh, oké. Okay. Ja, ik was in... Acteren en zo. Ja, maar niet op mezelf. Ik was in Team Logisch toen. En daarna werd ik moeder, was gestopt. En daarna ben ik met TikTok. Hoe kijk je alsof je niet wist dat ze moeder was? Ik ben moeder. Je hebt zo'n dingen gedaan, Janine. Ja, je bent zo'n dingen. Nanga man, nanga smamang, abwaan baby. Mana Humphrey. Ja, meisje. Shanika. Ik heb nooit gezegd dat hij niet vader is. Megado, ik zie dat dit een heel moeilijk ding wordt waar ik moet gaan zien waar jullie serieus zijn of waar jullie grap maken. Ja. Maar het gaat me lukken. Ik heb een kind gegeven. Je hebt een kind gekregen? En toen, wat was het verhaal met je kind? Ik was gewoon even gestopt. Oh, oké. Okay. Hij zei het gaan oppakken. Ja, toen was het ik TikTok. Ik ben begonnen toen op TikTok, ja. Daarna, volgens mij, nog een jaar daarna had ik ook TikTok.
Dus Anna, a.k.a. Tall Girl, ja. a.k.a. de werkloze vrouw, hoe zeg je het weer? De luie werkloze vrouw. De luie werkloze vrouw, je promoot. Mrs. Born Noodles, gimme man, nomo. Yes. En dan nu dus Mrs. 7000 SID, maar mine langa gili next. Dat ben je ook geworden. Next no vote. Oké, mooi. En dan zeg je van, hey, mooi Anna, jij gaat ook dus op het internet. Dan waren ze besloten van, hey, we gaan het samen doen. Ik had er een lange tijd weer gezien. Ah. Ik kwam daar tegen op TikTok. Weer, want ik had op TikTok kwam je er tegen? Ja, dus ik kende haar al. Ah. Dan kwam ik daar tegen op TikTok en ik zag dat ze eten verkocht. Nee, ze kookt altijd al. Je hossel? Je verkoopt eten ook? Hardtime hossel, hè? Dan is je van ernstig. Oh ja, werkelijk, jong. Naar Junta, ja, ik ben het op Junta. Kom, vind je niet zo te eten. Ik luister. Uh-huh. Ja, dus had ik een pizza besteld bij haar. En toen kwamen we weer echt in contact. En ze zeggen, wanneer ben je paraan eten koop? Ga je blijven komen? Hashtag Krooi. Ja. Een paraan in mijn. Ja, toch. Oké, hip, hip, hip. Welkom. Amen. Wat familie? Ja, ja, Nevi. Ja, toch? Nevi. Minai Omu. Oh. Ik zie 2000 op je kennis staan. Nee, rustig. Ja, biggie, biggie, bang. Fari, heb je een doekje voor ons? Dit is Gilly's Love Line. We zijn hier vrij. Ja. Een doekje voor ons. Want, awarang. En, en die... Spotlights schijnen op ons ook nog. Want anders denken mensen, ik ben je aan het ondervragen en je raakt in problemen. Denk, boy, mijn actie was los aan niet. Dat breekt ze weer. Terwijl ik niet eens in die diepie ben gegaan, nog. Ja. Maar dat is niet mijn doel, hoor. Om achter jullie zaken te komen. Nooit niet in Gilly's Love. Ik wist wel dat je doel was. Je wenste het? Ja. Oké, dan gaan we het toch doen. Maar hoe drink je het, Jesus? Zijn we loslippig? Je hebt gedronken, hoor. Maar we hebben alle reden om te drinken, want het is einde van het jaar. Het is einde van het jaar. Het is echt aftellen. Ja. Daarover gesproken, dames. Als je terug moet kijken, laten we beginnen met Shanika. Want ik wil Shanika leren kennen. Zonder dat ik je vragen heb gesteld of je single of wat je situatie is. Mm-hmm. Geef je liefdesleven van 2023 een cijfer. Zo. Ik mocht gaan, zei je toch? Ik mocht gaan van je toch? Nee, maar serieus. Geef het een cijfer. Ik had alles telt, hè? Van 0 tot 10. Ik kan niet boven 10. Is dat zo geweldig? Hoe heet die? Is een paraat? Nee, is geen paraat. Paradox. Ik ga Alice een letter zeggen. Letter D. Letter D? Ja. Oh, Benito. Ano D, plek. D. Oh, D. D. Ja, van daddy. Oh, D. Van daddy? Yes, daddy. Dat is, ik bedoel dat is, dat, is, dat is veiliger dan wat ik dacht. Ja. Oké. Okay. Nee, next no fault, daddy. Maar wat is dan het cijfer? Tot nu toe... Dus heel 2023, in de Arki. Oh, nee. Heel 2023, nee, dus heel cijfer. Nee, hij is nu pas in de picture. Oh, is nu vers. Pas. Ja. Eigenlijk al lang. Oké, cool. Ja. Maar is onderdeel van 2023 dan, wat is het cijfer van jouw liefdesleven van 2023? Is gewoon top notch, 11. 11, hè? Ja. Die is nou werkelijk pas, want je hebt die vromoe van hem nog niet meegemaakt. Verliefd. Maar dat is 2024, toch, broer? Ja, dat komt goed. Oké, nee, bless you, is je gegund? Ja, tuurlijk. Anna. Ik weet dat je hele ik weet dat je een hele hoop show maakt. En het mooie is, de vorige aflevering, itak in toe. Je zegt me tak misa niet op internet. Maar je denkt toch niet echt dat ik alleen noedels voor mijn man maak. Je denkt toch niet echt. Niet. En toch, desma vind dat... Want je kreeg ook berichten, toch? Met klachten van vrouwen die zeggen van, hoe kan je zo zijn? Ja, ja, ja. Maar je loopt ze. Die vinden dat ik materialistisch ben, een golddigger ben, dat ik mijn man moet accepteren zoals hij is en bla bla bla. En diezelfde mensen kwamen achteraf schoolspullen zoeken. Ja, ben je. Maar eerlijk, ben je materialistisch? Ja. Money is een belangrijk onderdeel van... Nee, is een grap. Kijk, geld is... Je hebt het nodig, is belangrijk. Sowieso. Toch? Ik heb mijn eigen geld, zoals ik aangaf. Ik ben niet rijk. Ik werk hard. Ik bedoel, ik slaap hard. you know, ik ben in elk geval, ik ben niet afhankelijk van geen enkele man. Je dat bak, moet duidelijk zo stellig zijn. Zei je het ook de nee, laatste keer. Dat moet keer. Duidelijk zijn. Ja. Kan ik dat niet boos doen? Ik ben afhankelijk maar van ik moet geen je erop man. Aanspreken, want met Luca Sambaka, je zei het toen ook. Ja, maar dat zo is. Maar mensen weten dat niet. Of precies. Denken dat niet. Toch? Maar mijn vader heeft me altijd uitstraal. Zo opgevoed van, hey, je moet niet afhankelijk zijn van een man. En dat heb ik ook altijd gedaan. Ik heb mijn eigen ding. Wat je als man doet, is extra. Yes. Maar je spinnen wel. Natuurlijk. maar dus wat ik zeg, van ik wil erop terugkomen van wat je toen zei. Want toen vroeg ik je van, oké, je bent niet afhankelijk van een man. Cool. Maar wat betreft emotionele steun? Dat sowieso. Kijk, hij toch wel. Hij kookt voor me.
Hij kookt voor jou? Ja, ik hou van mannen die me verwennen. Je moet weten dat ik koken, je moet werken. Dus in een loop one man nomo. Je houdt van mannen. Nee, ik bedoel, over het, ik bedoel, als ik jezelf een man heb. Ook een D? Nee, weet het. Die ene die voor ons. Maar je bemoeit. Ja. Maar ze mag. Is je girl. Ze komt overal met me. Ja, ja. Als ik oh, als ze komt ze mee. Als ze ze komt overal mee. Wanneer okay. Ik met mijn man dat komt ze in het midden slapen. A.k.a. ze profiteert ook. Ja. Oké. Okay. Neem maar mee, Arke. Babe, ik heb een tas gezien. Dan weet je dat mijn geld moet voor twee moet. Ze krijgen ook een tas. Ja, ja. Toch dat. Ja, dan is dat heel. Package. Mooi man. Als haar man iets voor haar komt, moet hij het ook voor mij kopen. Precies. Hij weet dat we allemaal met elkaar zijn, is haar man alleen. Ja, dan is dat. Maar omgekeerd, een nieuw kill die. Hij weet het. Ook, Asabi. Hij weet het, ja. Je moet het weten. Hij weet het. Dat is het, jongen. Ja. En hij zegt nu maar wat is die tegenprestatie voor die mooie nieuwe tas? Want dat, laten we eerlijk praten. Er moet iets tegenover staan. Nee, kijk. Oh. Mijn wereld zijn mijn relatie. Ik doe mijn ding. Ik betaal mijn vaste lasten zelf. Ik betaal alles zelf. Wat je voor me doet, is extra. Je maakt mijn leven makkelijker. Je gaat me geen problemen geven. Geen hoofdpijn. Geen stress. Geen... Kan je me 1000 SRD doen? Kan je me... Echt, natuurlijk, als er iets mag gebeuren, ga ik klaarstaan. En natuurlijk ga ik uit mezelf ook over een man te verwennen. Als ik met een man ben, als ik iets leuks zie, ga ik het voor je kopen als ik weet dat je het leuk gaat vinden. Ik ga me ook aanpassen als ik weet van, hey, je bent zo'n type, je houdt hiervan. Ga ik is dat zo'n man, Tammy? Zat eigenlijk. Mijn barber, one of the barber, Tammy van, weet je dat dames vinden dat ze jou ook verwennen wanneer jij 1000 kleren voor ze heb gekocht en ze kopen 1 t-shirt. Nee, bij mij dan overtuigen ze zichzelf. Maar ik verwen hem ook. I match energy. Like. Oh ja? Ja, ja, ja. Ik 1000, jij 1000. Ja, ja, ja. Het hoeft natuurlijk niet, want ik het in de gaten hou. Maar... Precies. Nee, niet dat we tellen. Ja, we tellen niet, maar ik ga niet sowieso ga je 1000 voor mij. Je nog gewoon, ja, ja. Adlib, ja. Ja. Ja, maar sowieso liefde, aandacht. Ja. Seks hoort erbij natuurlijk, maar je moet niet denken dat je mijn hele dag... Je maakt het zo niet sexy door te zeggen seks hoort erbij. Ja, het hoort seks erbij. Seks is een serieus onderdeel iets waar je op moet focussen en over moet nadenken. Je hebt ook behoeftes. Als ik heb een man, toch? We zijn met elkaar, we hebben toch seks. Ja, het hoort erbij, het hoort in een relatie. Maar het belangrijkste voor mij is... Kan je niet meer inkleuren of... Seks. Je denkt dat als je het harder zegt, dat je daarmee spannender hebt gemaakt. Oh, ja, kijk. Nee, maar ik doe dit. Wat doe ik weer? Jij hoort dus van. Ik hou van dit. Gets me going. Ja? Konjang. Mijn god, dames, koluku. We zitten 10 minuten in dat ding. Nee, en dat jouw watchaar en kong. Nee, zei hoor. Het kan hoor. Het kan makkelijk. Zie vandaag nog eens, als ze ooit sterft. Als ze sterft, moet er wat... Die tongen in de kist zetten. Van, van al die mannen? Ja. Maar dat peu bering. Al die tongen. Minna sabi. We moeten allemaal in de kist zetten. Besef, mijn chapcount is hoger dan mijn bodycount. Hé. Hey, is een ding. Die heb ik niet vaak gehoord. Nee, maar mijn chapcount is hoger. Chapcount is hoger dan je bodycount. Ja. Dat be is like waar. Me. Shanika. Maar je praat stoer hoor. Ik ken dat niet, nou, je gaat dat leren kennen. Dus als het goed is, kijken mannen die zeggen, boy, troeieren. Shanika, troeieren. Dus dat is hoe mannen nu kijken, hoor. Tuurlijk gaan ze zo kijken. Of kijken aan mannen, zeg, kijk dan met de grote mond. Nee, echt niet. Ze is in de rol. Van, eigenlijk, laat me kijken als ik apps krijg. Of, boy. Begin niet, want dan ga ik je vragen, mag ik in je DM's kijken? Nee. Want daar zit de waarheid, hè? Ja. Mag ik in je, dan mag je in mijn DM's kijken. Dan gaan we kijken wie... Ga ik mensen zomaar exposen? Is niet goed. Oh, nee, ja. Maar min elkaar, denk ik. Maar ik begrijp het. Dat, ja. Ik sta daarachter. Ja. Don't kiss and tell. Ja. Ik sta daarachter. Ai. Maar kiss and tell. Jouw DM's. Hoe spannend zijn ze? Min of spannend. Niet spannend, hè? Soms, even. Omdat wanneer ik je vraag, kan je niet spannender brengen dan je baar seks. Dat is inderdaad niet heel spannend. Dat ik het niet mag zeggen. Ja. Want hij vroeg me wat ik geef. 1 keer per maand mag hij, want hij moet mijn dingen niet groot komen maken. Precies, dat niet. Ja. Maar daarom ga ik ook voor de tong. Je gaat voor de tong. Je hebt iets met die tong. Hey Maluku. Dat is het eerste wat ik ooit heb gehad hoor. Besef. Als je leert kennen. Sinds toen. Rahna zou zeggen, is net een ID. Ze moeten weten dat je het doet. Als je het niet doet. Kom je niet door? Nope. Is je pa. Wacht eens, sorry, mis slow. Zeg het weer. Vertel hem. Als ik je leer kennen, wil ik weten als je dat doet of niet. En als je het niet doet, maar hoe kom je daarachter? Gewoon ordinaire je actie van, doe je dat? No, anders ook grof. Niet direct, maar zat je eerst met je babbelen. Weet, we gaan babbelen. Ik hou van een westerse dekwijze. Is op Sam Lobby, nu al. Jij praat voor haar, zij praat voor jou. Precies.
we zijn in sync. Daarom, dus dat kan je me niet kwalijk nemen. Dat mijn look uno, dat ik zeg, is dat de lover? Nee. Waar niks mis mee is, hè? Sterker nee, nog, als het zo was, zouden we het bekendmaken. Ja, toch? Ja, dat zo zijn jullie wel. Mensen zouden het weten. Hoe dan bij mijn horen schreef je? Ja, tuurlijk niet. Nu kunnen jullie aan die inhouden, Samsi. Ja. Eerlijk. Misschien wel een video. Pe was maar in mijn serieus billen. Was maar in mijn serieus billen met parasant. En dan is snap je ook zo. Alsof je een godin bent. En dan zeg je ook nog iets wat ik niet dacht dat vrouwen deden. Dan zeg je ook nog, ik ga puffen. Ja. Dan had je een morgen cross bij je eikels doen. Maar kijk. Ze is immuun tegen mannen. Ja, ik ben, dat wel. Als ik puffer ruik, ze het niet meer. Nee, boy. En weet je wat dat ding is? Laatst was ik ziek. Ik ben wat heb je gezegd? Als ik puffer ruik, ze het niet. Dat is zo van ik Elo, mijn vriendin. Nee, de arka sweet, helaas. Akrooi me toch? De akrooi ben ik. Oh, akrooi je. Terwijl je naar para. Precies. En ik ben een maand weggebleven. Ik ben ook van para. Je bent ook van para, al die tijd. Paraantje. Van waar van para? Vader. Waar van para? Hoi. Dat weet ze niet. En dat is gewoon zomaar zeggen iets. Je wil gewoon ook meedoen. Ja, mijn vader, we hebben plantages daar, klaverblad of zo. Ik weet niet waar het precies is. Of zo. Zij vandaar, ja. Oké. Nee, ik geloof je, als jij het gelooft. Nee, is het mooi, hè? Mm-hmm. Ik geloof je. Als mijn man me zegt. Ik was zo in plaats, omdat jij gelooft als jij het gelooft. Ja, nou, nieuw takkie. Dames, Lukuno, vandaag is 30. Ik heb heel onbeschoft ben ik het begonnen. Ik wil met jullie proosten. Oh ja. Ja. Leuk dat je er wil bent, Talbe. Okay. Leuk om kennis met jou. Ja, nee. Oh, wacht. Het is een beetje eng, maar wat je moet doen. Proost. Proost, dames. Nee, wij moeten opnieuw, want we ik ben... Volgens mij moet ik jullie alleen laten en gewoon die camera laten draaien. En dan is dat die aflevering. Huh? En dan ga ik het editen en dan ga ik er lang mee bezig zijn. Wat moet ik meteen looken? 2023 was dus goed voor jullie, even zonder grap. Ja. Was een goed jaar, positief jaar. Er waren sowieso down momenten. Maar niet echt dingen waarvan ik zeg van... Ja. Laat 2024 snel komen. Gaat, mm-hmm. En liefdesleven, ik was bij jou geweest. Jij zegt top. Cijfer voor je liefdesleven in 2023 voor jou. Een cijfer. Ik denk 10, maar dat is zoveel. 10. 10. Allemaal bij de top notch. Nee, maar 10. Maar liefdesleven is altijd 10. Goed. Omdat ik... Ze is kieskeurig. Ik ben kieskeurig. Oké, maar juist omdat je kieskeurig bent... Dat... Ik hou van mannen die... Je moet attent zijn. Je moet, je moet weten hoe je met basics. Me omgaat. Want ik als je dat niet weet, ben je direct... Stuur ik je gewoon op vakantie naar Botland. Gecanceld. Want ik vroeg aan jou, hoe breng jij... zeg je houdt van die tong. Mm-hmm. Dan heb ik gevraagd, hoe breng je dan... niet zo grof van één op één, maar hoe breng je het wel? Hoe laat je ze het weten van tongen belangrijk? Nee, dus stel je wilt op een bepaalde level gaan en je weet toch, kijk, ik ben iemand, ik ga in op vibe en chemistry. Maar stel, het wordt een beetje serieuzer. Ja. We begin drop the hint. Zoals? It gets me going. Of, ik ben niet ready. Ik ben pas uit een... Ik zweer. Dat is een van die dingen. Ik ben pas uit de relatie. Dat is haar ding. Je bent eeuwig bij je pas uit de relatie. Ik ben getrouwd. Ik ben getraumatiseerd. Ik kan even niet. Oké, dan kan ik iets anders voor je doen. Oh. Ja. Oké. Ernstig. Oké, nee. Ik ben niet zeker als ik dit weer. Ja. Meer links. Nee, maar. Oh ja. Oh fuck. Ja. Ah, om de sand is met elkaar ook kooien, maar I'm liking it, jammer. Nou, wanneer hij klaar is, is, you know, gaat het oké, is goed. Ik ga weg. Ik ben als, ready. Als jij bij mij bent, ik moet rusten, ik voel me niet zo lekker. Ik moet weg. Duh, wat wil je nog meer doen? Oh, maar je geeft niks. Oh, je neemt wel. Alleen. Tuurlijk. Er is een speciaal plekje in hel voor dames ik als jou. Ik weet het. Toch? Daarom er is een speciaal plekje in mijn hel voel ik het. Ja, je ziet er van, ja, je bent al dicht bij hel. Maar met mijn man ga ik dat niet doen. Ik wil die mannen zien die hier naar kijken. Ze look een biggie moffo. Biggie moffo, yeah. Den duur. Biggie moffo. Dan denk ik, ik ga dat appen. Ik lust daar. Is dat? Oh, ja, Oruya. Hey. Een beurt. Om de jammer zitten, schreef ik back. Ja. Oké, 10. Ik ben iemand cijfer. 11. Oh ja, 11. Dat was hem. Oké. Hoe zit die? Ja, heftig. Ik praat jullie real met me hier, want ik ga echt denken dat dit de waarheid is en dan... Maar het is de waarheid. Okay. Als ze naar de man gaat, ga ik altijd ze mee. Doe zang. Ze komt gewoon mee. Ik zet er op SFR. Oh, je zit dan altijd een vrije kamer waar ze staat. Andere kamer. Ja, ja. En als jij naar een man gaat? Ik
kom zo ook. Dus dan ga alles geen vier van, ik ben pas uit een relatie. Nee, dus en dan hou jij je lach in of je denkt van, bakka. Ik wil niet alleen, ze zeggen gewoon van, ik wil niet alleen daar zeggen, ik kan me gemak voelen. Precies, als zij er is, dan voel ik me ietsje veiliger. Wil je die mic een beetje naar je toe trekken, want nou, Sansa, je moest Gwinti, microfoon dicht bij je mond. Ja. Zo hou je het normaal, ne? Oké, rustig, je broek was Massa niet. Nee, ik ben gewend dat het van haar was. Okay. Ja. Heftig hoor. Nee, nee. Omdat dat Blakka en Abigi. Rustig, yo, rustig. Jullie doen wel. Rustig. Actief dingetjes, knabbels. Boegro, laat dat je niet denken. Wat heeft hij? Ik weet het niet. Jij vindt knabbeltjes, hij gaat naar Boegro. Nee, die microfoon. Nee, die microfoon die wat hij samen wil filmen. Oké, ik ben erachter gekomen, POV Makandra. Ik hoor jullie vullen elkaar aan. Jullie verdedigen elkaar, zie ik. Jullie droppen adlibs. Awa etak A, you etak B. Ja. Dus ik moet een andere trucje toepassen. Okay. Om echt erachter te komen. Ik wil niet zeggen dat jullie liegen. Maar ik zie dat ik jullie... Ik moet jullie verrassen om... Verrassen? Waarmee? Waarmee wil je verrassen worden? Wat kan jou enthousiast maken? Geld. Hey, geld. Tong. Alcohol, geld. En een tong. Alcohol, check. En een en tong. Luku, ik heb jullie al verrast bij binnenkomst met een lekkere peper en watra. Ja, want we gaan het oudjaar samen afsluiten. Dring idee inderdaad. Dus dat is ook die sferen wat we hier doen. Maar ik wil een beetje kijken van voor kan dit dames, die is echt. Dus ik wil een kleine quiz met jullie spelen. Okay. Een quiz die ik normaal doe met koppels. Die met elkaar gaan. Maar Samshija, jullie gaan met elkaar. Goed, jullie gaan met elkaar. Vertellen elkaar alles. In mijn hoofd gaan jullie met elkaar. Jullie vertellen echt alles. Nee, ja. Oké, want ik wil dus ook testen hoe goed jullie elkaar kennen. Ik mag het zeggen. Ja, je mag het zeggen. Vandaag. Ernst, daarom ben je zo vrolijk. Dames, mo test uno. Tenminste, test uno. Zo spannend is het niet. Ik wil een spel met jullie spelen en daar wil ik zien hoe goed jullie elkaar kennen of hoe eerlijk jullie over elkaar zijn. Okay. Ja? Fari, if you can help me, ja? Katja de Sankong, dan gaan we even met die dames een spel spelen. Kijk, we gaan een spel spelen. Er zijn maar twee antwoorden mogelijk. Okay. Ja? Shanika of Tall Girl? Contest even snel met een voorbeeld. Wie van jullie kookt het lekkers? Shanika. Ja. Oké, okay, dat was een test. Het is duidelijk. Wie slaapt het laatst? Jullie gaan zelf jullie eigen ding doen. Sorry. Talger. Kan ook. Wie heeft meer mannen? Wie heeft meer mannen? Oh, nee. Nee, je moet het op die Bakba Hollands doen wat zij zei. Wie heeft meer mannen? Man. Ik zei man. Wie heeft meer man? Mans. Wie heeft meer tong gehad? Ja. De Gwanga Hermis spel. Nog iets? Ja. You. Okay. Ja, kunnen we? Ja, ja. Maar die van jullie zijn leuker, man. Eigenlijk wel. Het kan leuker worden, maar... Wie is als eerst ontmacht? Ik ben... Nee, op taki. Import, im draai je bord. Denk hoor, man. Loko. Kijk, hier zie je. Mi verrassen nu. Etak tall girl, you tak Shanika. Ik bedoel niet, ik ben ouder. Nee. Want ik moet erbij zeggen. Ik ben vergeten dat ze in 2000 is geboren. We zijn niet even oud. En dan toch nog een winning. Oh, dat was, ik was bijna 18 toen ik ontmaagd werd. Bijna 18. Oh, dat was je. Tall girl. No. Zes. Zie je zei gisteren dat je 6 was. Ja, nee, maar dat was een je bent Lukuman. 6 jaar, Oké. Moet stoppen die voordat het fout gaat. Nee. Moet stoppen. Gisteren heb je het gezegd. Oké. Ja. Dat was niet eens van mijn vragen, maar ik probeer in jullie flow mee te gaan. Oké. Maar jij zei eerst de Tall Girl en jij zei Shanika. Nee, maar dat ik is sowieso. Het. Jij sowieso? Hoezo? En je bent ook trots erop? Omdat ik ouder ben. Oh, ja. Ze was nog niet geboren toen ik... Wat is het verschil tussen jullie? Boy. Ja, dat? Ik ben groot, zij is... Zo. Dat. Zij is groot? Nee, ik ben groot, zij is groot. Oké. Dan gaat Chinchi meisje je wakker, jongen. Ja, Chinchi vrij postig meisje. Ik denk, wees of gaat Chinchi dat geloof ik. Ik kan heel veel van de leren. Oh ja, dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik wel. Ai. Dat leert me. Oké. Ja. Zullen we voor degene dat spel doen die ik probeer met jullie te doen? Oké. Abo. Je mag het beargumenteren. Je mag het uitbreiden, je antwoord. Of we gaan gewoon door. Oké. Zo spannend is het niet, zoals ik zei. Maar wie heeft de meest... Uno luku makandra botje. Dan gewoon indraai. Je kijkt al. Je zegt maar nee en dan kijk je. Oké. Here we go. Wie heeft de meest weirde streken uitgehaald bij mannen?
boy. Niet om takkie, draai Sani. Jij je ready? Sanning, Sanning. Ja, nee. Jullie zijn niet leuk, man, om mee te spelen. Ik weet wat wat is. Ik zeg klaar? Nee. Stop nou. Ik kan niet. Elke dag. Ja, ben je ook trots? Nee, dat is een paal. Want als dat het geval is, dan ga ik mannen hier verdedigen, hoor. Want... Hey. Nee, weet je wat het ding is? Wat is het? Hoe zijn dan zelf? Nee, maar eerlijk gezegd, ik weet niet precies wie. Ik zal zeggen zij, zij zal zeggen ik. Oké, dus het verhaal, ja klopt, want dat was eigenlijk het verhaal. Maar dat is het ook echt. Maar jullie halen beide weer in de streek uit bij mannen. Als het moet. Dat hoort trots toe. Nee, als het een goede man is, ik ben trots. Maar als het een man is die... Kijk, wij het. Moet ik het wel verklappen? Ja, zeg het. Als we zien dat je als man liegt, je bedriegt. Weet je, ga je ook liegen en bedriegen? Als je 6 van 9 gaat geven, terwijl we je doorhebben, terwijl ik je doorheb, ga ik je wijzen. Zonder dat je door hebt, ga ik je wijzen dat ik hetzelfde met je doe, zonder dat je door hebt. En hij wil beat you at your own game. Precies dat. Dus beide. Hé, hey, maar doe een beetje mee, ja. Kies een naam bij de volgende. Ja, dat doe je best. Maar sommige. Ik weet, jullie zijn een team en dat soort dingen, maar, maar we spelen een spel. Weet je waarom we ook echt omdat het meer matchen? Goed laat leken, als ik jou... We hebben veel dingen in gemeen. De denkwijze is ook echt daar. Like, soms als zij een sentence begint... Dan maak jij het af. Precies. Of soms zeggen we vandaag nog in de auto. Boy. Of dit maakt niet uit. Dan moeten we of wanneer iets gebeurt, wanneer we ergens iemand komt naar ons toe. En met... Met iets raars. Ja, ik wil direct naar elkaar, we weten direct hoe laat het is. Precies. Okay, zonder iets te zeggen, kunnen we elkaar begrijpen. Precies. Okay. Nee, dat is echt een vriendschap, Milo. Kijk, ik ga daar iets zeggen. Dat was het. Zeker, ik heb daar aan gezegd. Oh, dit is al gebeurd. Ja. Het ging zo snel dat ik het niet eens door had. Oké, mooi. Nee, dat is het talent. We spraken over jou. Over mij? Dat heb ik net gezegd, we spraken over jou. Oh, ernstig, jongen. Ja, boem. Ben niet snel. Huh? Nee, maar Milo, loop van je. Wel, jij ook hoor. Jij ook, ik vind hetzelfde van jou. Jullie zijn gekomen om me te kwetsen in mijn eigen show. Je wilde gezelligheid en eerlijkheid. Maar ik vind het niet gezellig. Oké, neef, rustig, we gaan verder. Maar goed. Oké. Wie van jullie heeft de grootste mond, maar een klein hartje in het echt? Boy. Nee, een takkie, je moet je bord draaien. Draai je bord. Maar ik zal dit doen. Nee, maar waarom? Je doet totaal niet mee aan mijn regels. Ik hoor dat je niet een man kan gehoorzamen. Ik zie het aan je, ik merk het. Ik ben koppig, ik moet. Ja. Sorry. En eigenwijs. Tall girl. Is waar. Maar daarom heb ik voor haar gekozen. We hebben veel gemeen. Daarom zeg je het, we hebben veel gemeen. Ja, maar iemand is iets meer dan de ander. Dus jij hebt een grote mond, maar kleine hart. Dus. Beide, we doen beide stoer. En ik kom beide, kies één. Oké. Okay. Probeer een spel met jullie te spelen. Zij doet vandaag stoer. Ja. En vandaag doe ik en dan zacht. Ga ik erop bezig van, hé, zomaar doe je stoer. Dat is het niet. Oh. Je meent het niet. Je moet je niet, weet je, zo voor. En dan doen, morgen dat is het haar. Gaat zij me erop wijzen van, zomaar letterlijk. Je en hij gaat denken. Maar daar, je moest video's van ons zien die niet gepopt. Precies je moest ons graag. Laten we het erover hebben. Als we een reality TV zij, show. Laat me hem vertellen. Zij doet zich... Stelt zich anders op, stoer op. Ik ook hoor. Meer om jezelf te beschermen. Online, ja. Want mensen, als mensen zien dat je een beetje zwak bent, een beetje goedhartig bent, wil men misbruik ervan maken. Ja. En bij haar zie ik, wijs er vaker op van, hey, maar doe je stoer. Voor als het om bepaalde mensen gaat waarvan ik zie van, hey, die persoon neemt het met haar. Wijs erop van, hey, maar doe je stoer, doe normaal. Weet je, want je bent verliefd of je mag hem of, you know. En hetzelfde bij mij, want dan zegt ze me, unblock hem hoor, want, you know. Unblock hem. Dus hij is al geblokt. Ik ben blokkiana. Ik hou van mensen op vakantie te sturen. Iemand en op vakantie goed, dus, de kan rijbakken, dat wel. Iemand ademt niet goed. You know what, I'm not going to do this. Block. Afhankelijk van haar dag, haar moed. Dan gaat zij met me praten van, hey, unblock hem. Of zo, no. Dan moet ik er bedelen. Bel hem, no. Doe, no. Oké, we gaan bellen. Shanika zegt, I need to unblock you. Maar hoe gaat het? Dus je gaat me niet bellen. Laat me jullie wat vragen. Nooit maar actie of ik weet gritty. Nee. Een man zelf niet. Nee. Heeft nooit gevraagd. Nee. Naar ons toe gaan lopen. Heeft een man jullie nooit gevraagd van kunnen we het met z'n drieën gezellig maken? Dat niet toen niet. Ook niet? Nee. Oké, dan is mijn denkie zo. Sorry. We gaan verder. Mensen hebben wel gevraagd of ze denken wel dat we schuren of whatever. Maar dat ik hou van dik. Dat heb ik net gevraagd. Ik niet. Vandaag nog sprak ik met mijn man erover. Hey, ik hou van dik. Oh, je praat met je man erover. Dat vind ik leuk. We waren samen. Je lijkt een hele toffe man te hebben. Ik
ik heb hem pas, want hij vroeg. Ja, hij zei het nog. Maar jij houdt van dik, strictly dik? Nee, ik zweer, ik heb nooit omgaan met een vrouw gehad. Ik zeg je nooit in de toekomst of de toekomst. Kan gebeuren. Ik denk er niet aan. Want als ik hier ga jokken, kan iemand gewoon zeggen van je is een jok. Zie je in de comments dat hij lee. Als je ziet wat ze. Niet alleen die parameter is van tongen. Yoga of zo. Oh ja. Wat hebben ze gezegd? Toch nooit aan mij als je. Patron poepa tapi. Ja, dat ben ik. Hey, I don't judge, hè? Nooit meer go. Nooit meer go. Ja, boosje. Als je Michan pe ayo de, mi tak oh is een van mijn plantages. Dat ben ik collega. En heb ik ook gezegd van als iemand me ooit daar heeft gezien, mag je het zeggen. Maar daar poepen ze op mensen. Dat zegt men, die chimees of zo, die daar gaan op boten. Zie, daarom ook van met jongeren. Dit staat iets minder, sabi, met granito. Mijn nichtje vertelt me, want ik heb een nichtje, ze straat die mee, ze vertelt me alles. Want ik weet niet alles. Ze vertelt me, ik wist niet wat Pikachu was. Dit is nieuw voor mij. Wat is het? Ik dacht dat het een Pokémon. Ik zweer. Ik was niks. Maar leg me uit, wat is dat Pikachu? Het is een soort van drugs, iets, of vloeibaar iets. En dat maakt je, you know. Ja. En MDMA. Dus zij houdt me op de hoogte van die dingen. And she keeps us young. Ja, en zij vertelt jij bent jong. Maar ja, je speelt hier één. Hij speelt... Play one love, man. Hoeveel was een vrouwtje? I am an old soul. Dus daar is je eerlijk geloof, man. Verschillen een aantal jaar. Ja, nou, maar... Zeg maar... Ze denkt, ze is volwassen. Zo maar naar Biggie Sadja. Zij toch weer maar beter. Ze is echt volwassen. De denkwijze. Ze is echt zelfstandig. Ze is echt zelfstandig, volwassen en... Ja. Met power daarvoor. Want zelfstandig zijn als gewoon persoon is niet makkelijk. En als vrouw nog moeilijker. Ja, maar dat heb ik mijn boos toe. Maar je naam stel je aan. Nee. Oké. Okay. Maar dat heb ik mijn boos. Oké, nee, mooi. I love it, I love it. Oké. Zijn jullie ready voor de volgende? Ja. Heb je niet kijken? It's all good. Kijk alsjeblieft niet naar het bord. Ik wil het zo goed mogelijk. Daarom zeg ik naar jou kijken. Als het enige nee, Koliba, er moet iemand iets meer zijn. Maar dat weet ik niet. We hebben nog niet gemeten. Is er een apparaat om het te meten? Of zo? Ja, zo ga ik nog exact zijn. Ja, want oké, we gaan het gewoon weer proberen. We kijken waar het naartoe gaat. Ik hoop echt dat het lukt. Oké. Ik kijk naar jou. Wie stelt zich het meest aan sinds die internetfame? No taki, draai om bord. Wie stelt zich het meest aan sinds die internetfame? Al is het minimaal, maar er moet iemand zijn... Die zich het meest aanstelt. Oké, luister. Luister, rust, rem. Rem. Wie maakt het meest gebruik van die internetfame? Dus dat maakt dat... Hey, naar Tall Girl. Ze mag voordringen in die rij bij Bangi bijvoorbeeld. Of naar Shanika. Nu gaan jullie onschuldig doen. Nee, dit spel is niet leuk met jullie. Nee, maar we zijn eerlijk. Ik zweer. Omdat je, wanneer we eerlijk zijn, vinden ze dat niet goed. Daarom maken we vaak. Precies. Om deze dingen. Want mensen willen horen wat hun willen horen. Nee, okay. En dat zeggen we wat ze willen horen. Okay, dat vind ik steeds al vergeten. We lopen ergens voor vergeten dat mensen ons kennen. Precies. We zijn gewoon onszelf. Is de Oenina IMS. We zo belachelijk staan. Ugwaka FC. Ja, die zoete... Ja, video. Ze was gewoon helemaal uit het raam om die KFC te pakken. En mensen dat is gewoon echt, hoe we echt hoe we gewoon zijn. En mensen denken, ze stellen zich aan. Kijk, gelukkig we niet hebben alles de wereld dat of doen. Whatever. Ja. Maar jullie zijn gewoon aanstellerig. Ja, we zijn niet aanstellerig. Als we ergens gaan, we hebben gewoon fun. En we kijken niet naar mensen. Dat is ook met ons in onze pyjama naar de club te gaan. Ja, we genieten gewoon van het moment. We kijken niet naar mensen als we ergens zijn. Oké. Mensen kijken. En soms wanneer maar mensen... Maar Samji, je loopt niet naar mensen kijken naar ons. Ja, achteraf hoor je van ogen waren daar, of ze deden dit, of ze deden dat. Dat weten we van ogen, ze hebben gezien. Ja. Soms, als bijvoorbeeld iemand naar je toe stapt van, hey, dat ben ik like. Soms, dat ik er gewoon niet bij stil. Ja. Hoe mensen me adoren en weet je, naar je opkijken. Ja. Dus ik heb echt zoiets van, oké. Niemand kan ik ooit zeggen van, het op prijs. Girl, ja, dat of ze denkt dat ze dat is, precies. Maar ze is gekomen en ze vond dat ze niet in de rij hoeft te staan. Niemand gaat dat kunnen zeggen van mij. Mm-mm. Kijk, ik heb een geweldige team, want ze zien aan mij van, hij moet doorzetten. Look, want, you naf para, you think you naf para. Me naf para, ik ben Kenswil. Oké, je weet het weer. Okay. Ik ben Kenswil. Abo, me naf wit santi. En daar zeggen we, je drinkt slecht. En jullie drinken slecht. Hey, Miga, dat was niet de bedoeling. En dit is de tweede. Lai indirect. Lai indirect. Hiep. Einde van het jaar, het mag. Einde van het jaar. Dankjewel, Goen. Wat vind je eens dat je even je... Want ik volg je, hè? Ja. Ik volg jullie. Ik volg je ook. Als ik vind dat jullie mond-op-mond beademing nodig hebben, dan zal ik dat moeten toepassen uit bezorgdheid. Oké. Jij moet ook oké zeggen, want dan weet ik dat het oké is. Oké. Hallo, oké.
Deze is een moeilijke, want ik kan het niet raden. Oké, wacht. Laat me mijn bord zo zetten. Ken je? Ja, hij gaat het gewoon zo houden. Mm-hmm. Maar waarom moeten jullie precies hetzelfde doen? Ik ga niet kijken, dan kan je zelf zien wat we doen. Nee, maar in draai op bord. Zijn je verstand? Als ik 100% met Chani kan, ga ik het keer of niet. Ja. Of naar Alla Toesma dat je doet. Anoa Stree, het gaat hier. We proberen naar de waarheid op zoek te gaan. Hoe goed kennen jullie elkaar? Wie praat het meest? Oké, hè. Tall girl. Ja, tall girl. Ernstig? Hé, over niets, no? Over niets. Luister, 12 uur in de avond. Sean, je 3B. Nee, het rust mijn ogen. Nemo, Spice Note. Oh my goodness. Morgen is wanneer ik opsta. Hey, Wiki. En het gaat weer door, no? Hey, Bel. Als er iets is gebeurd. Hey, Mastra moet dat ook meemaken. Dem Wiki. Dat mag allemaal gewoon uitlanden. De kortste, 8 minuten. De langste, misschien 20. Dat besef. Wanneer was morgen bij Arki. Nou, bel me. Precies dat. Dat kan niet meer. 7 uur morgens. Hey, een keer was het vanaf 7 uur. Ik ben die dag niet meer naar school gegaan. Mila sa herting. Want het was iets van 8 uur. Tot 6 uur something. Wat heb je zo te zeggen allemaal? Voice Matori. Ja, allemaal maar. Hij is hem blocking. Wat dan? En dan overtuigd ze. Deblokkeren hem. Hij is lief. Maar dan hou vol. Hou vol met wat als doel. Kan ik aan vinden, moro money. Je ziet hoor, zie je? Je wordt jarig, je weet niet wat je gaat doen. En dan vind je eraan dat mensen zeggen, je bent materialistisch. Ik hou van leuke dingen. Maar okay. Ja, en dat is je. Ik hou ook van leuke dingen, by the way. Dus ik kan dat niet, ja. En ik wacht niet op een mannen wat voor me te kopen. Dat is duidelijk. Ik tak in volle easy, inclusief vorige aflevering. Dus dat zou je sieren als je met deze mooie takkie van jou zou zeggen... Luco, in 2024 neem ik geen cent van geen ene man. Dat niet. Oh, sorry. Ik heb gescholden. Dat niet. Ik heb gescholden. Precies dat. Dat gaat te ver. Hij stuur je. Ik groef. Nee, want zonder een man lukt het je niet. Nee, dat niet. Ook niet. Zonder een man betaal ik allemaal vaste lasten. Precies dat. En dat heb ik vorige keer ook gezegd. Maar heb je het ooit geprobeerd? Als een man uit mijn leven gaat, niets verandert. Precies. Ik blijf dezelfde dingen doen. Toen een zekere man uit mijn leven ging, ik had alibi bij Gossos Witty plotseling. Ik had het niet eens door. Nee, is waar. Ja. Hoe het allemaal ging. Maar ik zag weer. Kota kring, hè? Wat vind je van haar keuze in mannen? Vertel hem. Nee, dit is gewoon vrienden die praten. Nee. Eerst riftak van Awasa Gwim. Maar dat zei ik, wij beiden was zij echt kieskeurig. Zij ook. Zij mag, zij voor zich. Ze praat over mij. Ze zegt vaak van, ik ben moeilijk, ik ben dit, ik ben dat. Maar zij is ook niet, you know. Mm-hmm. Zij, ze gaat, en dat vind ik ook top van haar. We kunnen levelen, omdat ze hetzelfde, we denken hetzelfde. Ik ben dronken. Broer. Padre. Zij. Ze gaat het settelen voor les. En ik denk ook zo. Omdat ik gewoon iets heb van. Waarom zou ik moeten dealen met een man. Precies. Die niet alles kan geven wat ik kan geven. En dat bedoel ik van. Voor mij is het gewoon alles of niks. Ja. Dus compleet plaatje. Je moet niet halfjes op me komen. Je moet gewoon alles geven. En als we money eruit halen. Wat is nog meer alles geven? Nee, je geld is van jou. Snap je? Maar sowieso... Nee, maar noem andere dingen wat hij moet hebben. Aandacht, liefde, dat ik attent zijn. Loyaliteit. Ja. Je moet dat sowieso respecten, want je gaat me niet komen disrespecten. Dat verdraag ik ook niet. Je moet gewoon de basics eer hebben. Bijvoorbeeld, zij weet... Dat verhaal al. Ik ga je de basics... Wat zijn de basics? De basics, je moet gewoon weten hoe het hoort. Ik moet je niet... Want sommige mannen kunnen niet eens de basics voor elkaar krijgen. Echt waar? En zij deelt niet met zulke mannen. Ik deal nu. Ga je niet komen leren en dan bijvoorbeeld wat daten is. Dus de man, Fusrana Sausabi, bereiken eens de basics. Zoals, noem maar een paar... Vier basic dingen die je moet hebben. Vier basic dingen. Je moet zorgzaam zijn. Je moet weten hoe het hoort. Ben jij zorgzaam? Ik ben een zorgzame vrouw. Okay. Als je me hebt, heb je me. Ja. Oh. En dat vind ik een mooie. Van mijn love languages is bijvoorbeeld voor je koken, tafeltje dekken. Gewoon echt heel simpel. Ja. Ik ben heel simpel. En als je dat nog steeds niet kan... Ik weet niet, als je dat niet kan onderhouden... You got to go! Maar Imeke Medes, dat was... Wij beiden. Ik gewoon, type mannen. Ik besef, ik was provider of ik the ook. Family. Nou, you want niet. Been there, done snap that. Je? Been there, done that, and not going to do it again. Precies dat. Begint dat Engels, dat heeft je echt geraakt. Ja, terug. Ja, het met dat Engels. En dat ik niet dat ik zeg van Ewan... Hij vroeg me laatst ook van dus als ik zoveel zou verdienen, zou je niet met me... Denk dat er vanaf. Wat je andere values zijn. What do you bring to the table? Precies. You know?
Want in elkaar in eigen money. Dat je leeft. Dat je lopen uit. Precies. Dat iedereen wel niets met de raam tappen. En als ik met een man begin, ga ik ook kijken hoe je bent. Doelen voor ogen voor jezelf. Precies, ga ik kijken maar naar je pika man, dat jij hebt hem gekozen toch? Maar daarom toch? Daarom ga ik niet kiezen. Ja, het feit dat ik zelf zo kan denken. Dat je dat hebt meegemaakt, oké. Nee. De stong. Basics. Toen ik jong was, was ik Bowisha, Slowisha. Ik ook, Slowisha, alles. Kan je haar vertellen dat ze nog jong is? Wil je eerlijk zijn met je vrienden? Ik kan zeggen, ouwe ziel. Ik zweer, ik bemoei niet met paarden. Ik bemoei niet met kleine meiden. Ja. Ik ben al 30 plus. 30, 31, ik word 32. Echt vriend ik word 32. Ja. En het mooie is, onze partners accepteren... haar partner accepteert mij. Hij mag er vooral dat ook. En mijn partner accepteert... Hé, maar meteen eerlijk, hè? En het is niet... En mensen als ik met een dame ga en ze komt kletsen met haar vrienden en je moet mijn vrienden... Ik zeg, look, wala toe. Haar had niet dank. Niet eens je moet. Hoeven dat niet echt te zeggen. Ze doen het automatisch. Want je bent constant daar. Want weet je wat dat ding is? Ze weten wat... Mag je on my bedside zijn, weet je wie je gaat zeven. Precies dat. Oh. Ja, dus je moet daar goed houden, sowieso. Je moet me goed houden. Dan heb je op de TikTok naar Inga. En bij ons, dat laat me ook iets duidelijk maken. Het is niet van, oh, we zijn goed met... Ik heb hier contact met de man. Hij kent me, hij weet wie ik ben. Ja. Maar ik ga de man niet appen. Hey, dat is fout, toch? Maar precies. Dat, we hebben dat. Maar als we bij elkaar zijn... Zijn we bij elkaar. Als er man er is, zijn we chill, we zijn cool. Maar dat wil niet dat we met soort dingen gaan doen. Like, dat ik hem gaat chatten, hoe gaat het, wat doe je, hoe gaat het, wat doe je. Dat is respect, dat is respect. Maar ik zeg je eerlijk, ik weet hoe eenvoudig mannen denken. Sorry, zo praten, denken ze. Maar wat's up met die cookie van jou? Dan moet het goed zijn, hè, met al die takkie van jullie. No. Wat doet jouw cookie volgens jou? Okay. Edis. Ik ben... Mag ik praten? Ja. Ja. Oké. Ik luister. Waar kan ik beginnen? Nee, duurt te lang. Wat doet jouw cookie volgens jou? Precies niets. Kijk, Is niet waar. Maar weet je, het moet gewoon echt zo zijn. Like, ik hoor steeds... Damn, that pussy good. Dat hoor je? Goed. Wanneer die omhoog komen, even pauze in hem. Hé, hey, is goed. Hey. Maar daarom komen ze altijd terug. Dus laat van ze komen. Ze komen altijd terug. Altijd om te eten. Ze vinden onze passie van, altijd. Hey, hoe is je pony zo schoon? Ze weten waar thuis. Hoe ruikt het zo goed? Het heeft geen geur. Ik scrub het met die pina colada van Tree Hot. Hey. Kijk, jammer zie dat die jongen. Wat komt tegen je, Sanne? Nee, we doen dat niet. Als het geen geur heeft, dan op punta. Niet op die manier. Natuurlijke geur. Maar sommige mensen... Een poentje. Stinkt. Het stinkt. Hey, rustig. Het is een feestdag. Een plezier, ja. Je maakt het vreemd. Eet ding in, hè? Sommige, laatst nog het... Dingen, hè? Toen hij vertelde. Check hem nou, Anna. Boy, dan Dina, camera. Volg heen, daar aan mij op je voet toe. Volg heen. Ach, hoor, met mijn telefoon tap alarm 10 minuten. Daarvoor zo goed dat... Ai. Volg heen, boy, we gaan het een andere keer moeten fixen. Volg heen, ik weet nooit meer. En besef, sommige vrouwen, als ze misschien ook opstaan, dan denk je van... Is niet om wat, maar... En ik ben blij dat ik mezelf ruik. Ik weet precies... Nee, dus dit is geen kinderachtige takje. Want precies. Ik vind het best wel een goede topic om aan te snijden. Want je mijn vraag is dat... Een damesrift moet smeren van... Hey, dus dat vraag ik me af. Misschien is dat ook het probleem. Ze gebruiken om mijn producten. En dat is om op een bepaalde manier over te komen. Maar je ruikt jezelf niet. Dus dat is wat ik me afvraag. Je baat niet met water. Waar mee baat je? Wanneer ik vanaf morgens over straat ben en s'avonds nog... Bijvoorbeeld ben ik vanaf 8 uur over straat. Aye. En ik ben nog niet thuis, zo'n tijdstip. Ja, en dat, ik ruik mezelf. Ja, en als ik naar huis kom en mama wilt eten... Not ik ga nee, laat me eerst douchen. Ik ga je niet zo laten eten. Zuur oranje. Is pachau. Is garnalen. Is seafood. Garnalen. Ik ga je seafood geven. En nog erbij is niet de ene die gaar is, hoor. Awasa no was lalala. Lala. Ahirpre. Hoor je? Kien kon je maar zeggen. Bob Makwaartjoro, a heel precies meer. Lala. Koede. Okay. Nee, maar dat is wel waar jullie goed op letten. Want dat vraag ik me af. Gelukkig ben ik gezegend om dat niet te vaak hebben meegemaakt. Maar in mijn jongere jaren, inderdaad, dat ik soms van shit, die naar de dood. Hier kan ik niet. En sommige mannen, kijk, eten is geen taboe meer. Maar sommige mannen hebben pech gehad. Ze hebben het gedaan, ze hebben trauma. Maar ik heb het vaker gehoord. Elke keer dat we gaan. Van bijvoorbeeld, gewoon als ik even. Want met dat middel is door slordig. Met een ja, nee, solitie. Vooral even mijn saptak. Vandaag zie ik. Mijn klemmy. Dan ben je weer onder een broek. Dus je wat klemmy. Of naar toevallig. Nou, naar toevallig. Mijn klemmy eten. Nog spaar. Dadelijk gaan we praten. Is je neef, ja? Is je neef?
Ik eet geen varken meer. Oh. Ja. Ik eet nooit varken, ja. En dan stel, weet je, in een airco-ruimte, come on, like, alles is dit. Dat weet je, dat. Dan kan je even mee bukken, dan je hebt geen onderbroek aan. Dat was door aan het denken. Oh. Boy, maar ik ruik niet. Wat denk je wel? Trots? Hoe ben je op je ruiken? Dat was niet nog. Hoe niet? En me, ik ga altijd van de klaar ben, dan ga ik echt zo. Dan ga ik even, dan ga ik weer. Nee, dat is niet charmant. Je moet gewoon weten. Hé, deze wanneer ze zo... Sjaan, kom kijken, daar ben ik gelijk. Jullie ruiken elkaar? Nee. Oh? Wanneer we, want kijk, als je hebt gaat jullie vriendschap echt diep. Als je niet hebt geschoren, ja, heb je een bikini. We zijn wel vrij met elkaar. Ja, niks nog fout. Toch? Maar wanneer ik niet heb geschoren en ik heb een bikini aan, zit er van, ik kijk als je die haartjes ziet uitsteken. Oh ja. Ik zeg echt toe dichtbij van, kom nou. Ik zeg, kom kijk. Zie je echt niet. Als ik moet gaan maken, ga je niet zien. Doe zo. Doe dit. Dat is niet. En dat is onze partners snappen die band die we hebben. En ze zijn beide, ze zijn het beide, ze zijn het gewoon ermee eens. Maar I want for you new. Ja. We houden, ja. Ze vinden van, jullie, weet je, we houden van hoe jullie met elkaar zijn. Jullie hebben elkaars rug, jullie snappen elkaar. En we kunnen ook, haar man kan bijvoorbeeld, we hebben geen contact, ik heb geen contact met hem, maar hij weet van, hij zou bijvoorbeeld gewoon contact met me kunnen opnemen als er iets aan de hand. Oh, ja, oké. En zij weet ook van, Mino. Stel, haar man wil er verrassen. Ik ga niet de grens over. Precies. Bijvoorbeeld, haar man wil er verrassen. Hij maakt contact van één. Gaat hij haar bellen van, wat kan ik voor dat doen? Alleen is langer met dat. Tot, 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 tall girl, tall girl. Zie je wel? Ja. Je bent trots, zie je wel? We zijn eerlijk. Troepen. Greedy. Ja, nee, als ik je mag, ze weet het, omgekeerd ook. Sjaan, je hebt money. Oké, is goed, betaal jij. We zijn echt, wat dat betreft. En daarvan hou ik, wat sommige mensen de loop profiteren. En ik zweer voor God, ik heb dat niet met haar. Oké. Tegen mijn zwakke Sjaan, die fuck op even. Gaat zij inspringen. Anna. Of Anna, wat doe je? Ik heb gekookt, kom niet, Anna. Precies dat. Nee, en dat hebben we. Het is niet van, oh, die ene profiteert. Ik zei alleen, geef, geef, geef. Ik ben niet gierig. En dat... Dus ze weet het. Maar dat toch nooit... Ik kon niet eerder vertellen van, hé, jullie schrijven op mijn aandeel in een 7000 SID. Ik weet niet, is op Sanna samen. Ai, dat kan aan mij. Dat kan aan mij. Wacht even. Dat kan aan mij. Ik heb geen schande, hè. Dit heb ik. Geef hem. Kom, machine, machine. No. Kijk, uno loopt tak. Tapayariboom. Als op. Hennessy, ons af. Mijn om jou niks, toch? Gewoon schoon vrij. Ik kan jou maar... Hey, Rem. Oké. Wie van jullie twee, en dit kan jullie allebei zijn... Wie van jullie zegt het meest dingen die je liever voor jezelf kan houden? Wij beiden. Nee, maar je moet één kiezen. Oké, stop, stop. Als je alle toe... Oké, maar accept, maar accept. We zijn eerlijk, we accept, mij accept. Allah toe? Wat zo ben ik gelijk. We vertellen elkaar echt alles. Hoezo zo zeggen we dit? Geheime lijk. Of soms wanneer we praten. Waarvoor ik dingen waarvoor ik me schaam, kan ik daar gewoon zeggen. Van boy, Sjaan. Weet je, mag je mocho? Ik heb dit gedaan. Dat ben ik... En dat is goed zo. Ik ben gewoon iets als... Biggie, biggie mocho. We judge elkaar niet. High five. Ja, we judge elkaar niet. Maar sowieso gaat ze mezelf van hey boy aan. Voorzichtig of ik omgekeerd. Ja, precies. Dat hebben we sowieso, like, even though you're enjoying life... Vergeet niet van Precies. Maar voor even, pas op met zo'n persoon. Ik ben like boy. Nee, nu gaat het te ver. Laat het, laat het. Yeah. Wie is het meest naïef wanneer het aankomt op mannen? Suma e bribi man toen zie. Oké. Nee, maar je moet kiezen. Is leuk geweest met dat halve ding. Waarom piep je? Ik zet iets. Ik deed dit eerst, maar daarna deed ik dit. Maar zij zeggen ook tall girl. Yeah. Dus we houden op tall girl. Ja. Ik geloof me, je bent nog steeds. Lulu, dus ondanks. Wat heeft ze? Ze is de Lulu. Oh, de Lulu, ja, want dat is dus slang voor die jongeren. Wat betekent delusional? Ja, yeah, she's delusional. Oké, okay, de Lulu. En weet je, ze vindt het leuk wanneer ik de delusional ass. Hallo, ben je dat? Dat ben ik. Ze wil dat ik de delusional ass ben. En wanneer we dat doen, dan ben ik elke keer, like, boy, als er een TV-show was, of die mensen zouden. Jij bent de beschermer in jullie vriendschap? Ja, oké. Het hangt ervan af. Bijvoorbeeld, stel. Ondanks zij ouder is. Ja. Daarom je actie eerder, zo maar naar Biggie's. Dus ik krijg Biggie's vibes van jou. Oké, het wist het af. Het hangt van moment. En als Benny zo weet hoe oud ze is, zou men denken dat we even oud zijn. Ja. Gewoon de manier hoe ze erop stelt. Sommige mensen denken dat mature,
wijsheid met bijvoorbeeld leeftijd gaat. Precies, of kennis gaat niet met leeftijd. Ervaring gaat niet met leeftijd. Je kan 9 jaar zijn en je hebt veel meer meegemaakt dan iemand van 90 jaar. En zo ook omgekeerd. Het gaat niet met leeftijd. Ouderen denken echt... Oh, ze zijn speels, ze zijn dit. Precies, je moest echt weten hoe ze... Precies. Mijn kinderen zijn, zitten goed. Ja. Thuis kids is goed. Home is goed. Ja. Dat is het belangrijkste voor mij. Zodra home goed is, zodra home goed is... Is goed. Ja. En kijk, wanneer je soms je kick breekt... En bijvoorbeeld, mensen gaan ervan uit van... Oh ja, ze heeft geen tijd voor de kinderen of dit of dat. Ja. Hoe weet jij dat? Nee, verstaan, omdat moeder. Je me toevallig zo elke dag ziet. Zijn nu niet bij mij, nee, ze zijn bij mijn vader. Ja. Mijn kind is bij haar oma. Ja. You know? En ik weet dat ze goed is. Al zou ik bijvoorbeeld niet hoeven te denken van hoe het met haar gaat of zo, is continu. Maar mijn moeder is soms ook like, Helen, doe rustig. Mijn huisnaam is Helen, maar ja, in een paar huis. Ja, hey! Oh, Helen! Hey, het past bij je, boy. Het. Helen. Ik weet het. Look hoe Biggie Sma Helen. Hoe oud was je toen je kind kreeg? Ik was 18 en ik zou 19 worden. Okay. Na een maand was ik 19. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. My first love. Maar waarom draai je om? Dus hij weet wie Helen is. Hij weet wie Helen is. Hè? Na hem heb je gezegd, Shanika na vandaag. Dus Helen died. Dus Shanika is mijn eerste naam, maar ik ging altijd bij Helen. Ja. Maar hey, zie je na die relatie dat mijn voet bent grong. Hey, je beseft het niet, hè? Het is normaal dat ik om eens aan. Nee, ik ga niet zeggen. Hello. Laat er zijn wie ze is. Toch wat ik allemaal. Ik weet al wat ik kon doen enzovoorts, maar ik had zo'n fall down. Ik was echt daar dat ik het niet eens door had. Die achteruitgang was echt groot. Ja. Ik heb zoveel dingen. Het was echt toxic. En het heeft me echt op een of andere manier heeft het me insecure laten voelen. Zeker. Kijk, dat is eerlijk. Dat is ook belangrijk wat je zegt. Het heeft me echt insecure laten voelen. Terwijl je nu zo zeker overkomt. Hè? Maar weet je dus wat daarom dat ding is het tof dat je deelt. Precies. En weet je wat dat ding ook is? Je moet ook echt weten wie je in je leven laat. Hè? En sinds toen al, je gaat het niet geloven, ik kreeg dromen. En mijn mensen zijn echt, weet je, we zijn blakkamangs. Mm-hmm. Weet je, ja, part of me heeft hun die staansbloed, maar we zijn echt die blakkamangs. En ik zag dingen van tevoren. Mm-hmm. Maar van mijn koppig, alles was altijd mijn koppig. Als je me kent, weet je dat, koppig. En ik ging toch, omdat ik was in love. First love, ja, hashtag first love. Verliefd. Nou, man, broekazang. Met Teggy, Abebo, heftig. Maar ja, daarom ging het je wilt terug? Nee. Hij moest eens weten. Nee, daarom zeg ik die mijn foto bij grong, hè. En ik zag van, wat? Dit is het leven. Zo kan ik leven. Oh, dus dit. Daarom ben ik de hele tijd. Ik ben getraumatiseerd. Mm-hmm. Wanneer iets echt wordt. Daar ren je. Wanneer het echt wordt. Melon. Ja, dan kom ik met op lockdown. Weet je? Ja. En ik heb echt zoiets van... Nee, maar kijk, daar, nu praat je eerlijk. Ik ben altijd zo eerlijk. Maar wat ik hoor haar zeggen, dat zij wel eens zegt... Anna, man, wat boem, man. Geef hem een kans. Zeg je dat ook bij haar of ben jij wat strenger van... Hey, ja, dat ben je op fuck alle mannen fight? The guy who I'm telling you about, is de foutje echt voor hem. En hij weet zodra het. Zodra wama en dat Engels, daarna echt. Ze zei me nog van... Als jij het hier verpest, Shanika, ga ik je kwalijk nemen. Ik zeg, niemand. Ze zegt, en toen... Maar dat is gewoon hoe we zijn te eerlijk met elkaar. You're too en er honest. Is niet precies, er komt niet iets waarbij. Er komt niet iets waarbij zij twee keer zou moeten denken van, boy, moet ik Sjaan zeggen of hier of als die. En zo ook omgekeerd. We zijn gewoon eerlijk. Huh? Gewoon zeg het hoe het is. Give it to me raw, straight, bam. Daarom ben je zwanger geworden. Je kreeg het raw, straight. En dat zwanger. Oké. Okay. Ja. Nee, maar mijn kind is echt mijn medical child. Dat ik was 10 maanden zwanger, hè? 10 maanden zwanger? Ja. Olifant. Ja. Ik had keizersnee. Oké. Komen. Dat maakt zo'n sweetie nog steeds. Ah, snap je? Piep, 100. Kijk, maar mag ik wat zeggen? Krientaki? Ja. Dus je bent zo leuk en zo ready en antwoord hebben op alles. Dat ik zeg, van, is een soort schild ook wat je hebt gecreëerd door trauma die je hebt gehad. Ja. En het is leuk hoe je bent, vooral zo blij van dat ben je echt. Maar dat komt ergens vandaan. Ja. En ondanks dat positief, want hè, leuk, grappig, al dat soort dingen, is een schild. Maar iets wat je hebt meegemaakt. Ja. Yeah. Mm-hmm. Gilly's love line. Ja. Psychologisch. Ik zweer het.
Zonder grap, zonder grap. Ik laat denken dat wanneer je happy eruit ziet of happy, dat, je happy gedaan wat jouw lieve. Maar misschien bescherm je jezelf. Ja. Want je zegt net zelf, wanneer het serieus wordt. Het is een mechanisme. Like, ja. Niets is roze geur, maneskin. Elke relatie heeft zijn dingen. Maar dit zie sommige mensen zijn like, misschien kan het goed komen. Wat niet dit dan? Dat dit nee, maar werkelijk, Helen deed dat. Hé, Helen deed dat. Dus die bevoet op het grond toch? Ik was like, laatst nog zei ik daar. Ah, nou, als ik wist dat dit het lief was, als ik al langer uit, boy. Dit is het lief van een salibi sweetie. Maar die kan geen direct. Maar het betekent waarschijnlijk wel dat you. Moet je een hier en daar? Oh nee, geen body. Wanneer? Chap. Ja, zie je, gaat weer in die schild staan, ja. Zie je? Nee, maar ik moest zeggen wat is toch? Nee, het is oké. Okay. Maar dat doe ik dus ook met jou. Ik weet nog. Oh ja, daar is het begonnen. Waar? Vorig jaar, toen ik... Ja, nee. Ik was al een tijdje single. Maar ze was like, weet je, ik was echt... Ik I guess like me bij last me schreven. Like, some kind... In een of andere manier... Me bij last me schreven, om het zo te zeggen, weet je. En wat? Waarom denk je dat? Waarom vind je dat je je bij last me schreven? Waarom zag je dat? Ik was so far gone. Ja. Ik was echt... Ik was depressief. Ik was echt... Maar je merkt dat niet buiten. Nee. Maar daarom maak je die opmerking. Meestal. Maar het was maar elaf, lafoe en jokes. Kijk, al was die band van ons niet zo. Maar zelf toen. En dan had ze me een keer geappt van, hey, kom, laten we uitgaan. No. Ja. Elke keer was ze like, kom, laten we. Ik was like, En toen was hij nog in de picture. Totdat maanden, volgens mij, het was een 6 maanden something. Was ze like, kom, laten we wat gaan drinken. No. En daar begon het, had ik een video van ons gepost. En men was like, oh, the duo we never thought we needed. Oh. En dan andere keer hadden we weer een video gemaakt. Kijk, maar wat jij daar zegt, laat me jullie één ding zeggen. Wat jij daar zegt is heel opvallend. Weet je hoeveel mensen uit depressie op YouTube zijn gegaan of TikTok en dingen zijn gaan doen alleen om uit die depressie te komen? Heel veel. Heel veel mensen waarvan wij genieten. En dat had ik ook. Want ook vooral tijdens coronatijd. Want werd die mental van iedereen getest. Ja. Corona plus postnatale depressie. Killy's Love Line is in coronatijd ontstaan. Hè? Ja. Voor zorg dat... Hebben ze. Lukuna is weer die schild. Hè? Is weer die schild. Nee. Ik zweer. Ik ben echt... Eerlijk, ik ben blij waar ik nu ben en hoe ver ik ben gekomen. En zo weet het. Like, ik kan nu gewoon letterlijk huilen als ik moet beginnen te praten. Want ik weet wat ik altijd was. Wie ik altijd was. Heb je kan zijn. Precies. Maar ik weet echt niet. Het is mijn lobby, mijn loptrangen. En daarom heb ik die shield ook. Yeah. I don't want to get hurt. Ik heb gemerkt, ze is momenteel verliefd. I'm going to give all of me. En daarvoor ben ik... Merk je dat je het een beetje saboteert? Ik ben echt een loyale persoon. Merk je dat je het een beetje saboteert wanneer het een beetje te echt wordt? Ja, en ik heb ook echt moment... Kijk, bijvoorbeeld nu. Ik weet dat ik verliefd ben, maar ik probeer... Wanneer, Bakka? Nee. Je trapt er niet in. Je trapt er niet in. In het kwadraat. Maar december wordt goed, maar goed. Back to the topic. December was goed. Ja. En ik heb echt momenten waarbij ik zie van, hey, ik ben echt verliefd. Dan denk je van, hey, kom terug. Je mag niet zo zijn, Shanika. Ik heb het gezegd. Zo moet het ook niet zijn. Dat is liefde niet. Liefde komt in. Enjoy it. Precies, you need to enjoy it. Enjoy it voor het moment. Precies. Whatever, maar tegelijkertijd, ik ben nu, de manier hoe ik ben zodanig realistisch, dat het negatief, voor andere mensen zouden ze... Ze zouden denken dat je negatief bent ingesteld. Mm-hmm. Maar nee, ik ben ready voor alles. Yeah. Want niet vandaag, het ergste. Omdat jij en ik like, zo zijn, kan het morgen niet zo zijn. Ik ben te alle tijden realistisch. Voor andere mensen komt het als negatief over. Maar ik ben realistisch. Want niet wanneer, ik leef niet in een bubbel. Ja. Want I'm als living het ooit in the reality. Gaat, precies. Dan moet je niet depressief worden. Precies. Of, precies. Je kiest... Ja. Worden, ja, maar ze vallen neer, ze krijgen om in hartaanval, om in hoge bloeddruk, om in stroom. Ik vind het altijd het ergste van ieder. Ja, ik ga even. Dus als iemand we gaan samen ijscream eten en dan gaan we verder. Zo leven gaat verder, precies. Ja. Even samen, zij veegt mijn traan, ik veeg van haar, omgekeerd. En toen was ik. Maar wanneer iemand iets met ons doet, kies in de kostapafies. Treur er even om, maar niet dat het ons opfokt. Precies, ja. Dat niet. Dat laat jullie niet toe. Nee. Dat was toen ik nog jong. Maar als het wel gebeurt, dan hoef je niet te schamen, hè? Nee, dat ook niet. Als het wel gebeurt. Because I love. Zij voor Tamara attack van E.
ik pleedde je of whatever. Oké. Ik pleedde je of a nice life. And I move on. Ja. Ik ga me ergens, ik ga missen. Maar ik heb me mentaal al voorbereid. Maar ik ben al, ik verwacht. Maar aan brokken je? Nee. Dat niet. Dat ik echt like. Ik kom juist veel sterker, want weet je, na gaat, dat ik ga alles, je missen. Ik ga je, you know. Precies. Maar toch dan. Ja, maar sowieso, dat me leuke momenten heb je altijd gehad. Ja. En ik had ook echt momenten waar ik van, binnen 3 maanden tijd, hey, weet je hoeveel, like toen, weet je hoeveel geld ik had gespaard. Ik was like, ik was zo vorgon, ik had het niet eens door. Ik bossa mo niet op man? Ja. Ik zei, meisje, mijn moeder weet het niet. Dat je lang aan mij wat barkie toen al ik heb geen geld nu bij me. Maar mijn moeder weet het zelf niet. Like, mijn pan, mijn goos. Jongen, ik was 17. Mijn pan, ze was vroeg zelfstandig. Ja, heel vroeg. Op jonge leeftijd. Ik heb altijd van sparen gehouden. Like, zelf bijvoorbeeld toen mijn oma thuis bezig was. Winkel, altijd, weet je, deed ik boekhouden enzovoort. Zelf op de lagere school werd het altijd tegen me gezegd van, hey, de manier hoe je rekent is middelbare school. Maar ja, maar nu. Ik werk niet zo goed op school, maar ik ga het wel halen. Maak je niet druk. Nou, dames, kijk, Ishi, zie je waar we zijn aangekomen? Ja. Op zo'n real shit. Dus is leuk. Ja, leuk alles. Allang op zo'n real shit. Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Oh nee, laat me het anders zeggen. Iets dieper. Ja. Daarom, we hebben meerdere kanten. Het mooie wat ik aan jou vind, Anna, en je hebt het ook gezegd. Jij zegt, Luku, ik moet dat positief zijn toen je laatst hier was. Ik moet dat positief zijn. Dit is mano arki, dit is mano sharing. Maar ik moet dat gewoon. Ik moet doen aan negatief zijn, maar ook sharing. En dat is ook gebleken. Dus ik weet dat het jou niet kan schelen en dat zie je ook. Maar ik hoop dat je ziet als je oordeel had van... Ze is aan het entertainen. Ja. En jij trapt erin. Mensen die negatief willen zijn. Want ik laat je nu dus de kans zien van Anna en... Want dit toe, die is nou one blijkbaar. van Anna en Helen. Ja, sorry, dat zou je niet. Van Anna en Helen. Ook een kant, weet je. Maar... Als zij dit zouden presenteren in hun filmpjes, waar je nog sharing? Waar je nog liking? Ik heb echt momenten gehad waarbij mensen zeggen: je moet vaker van dit soort positieve video's doen. Ja. Weet ik ook al. Je ziet het niet. Ja. Alle belachelijke dingen krijg je veel shares. Je ziet het. Vroeger sprak ik eeuwig over bakkers en men was like: ga je weer over die bakkers praten? Dit en dat. Ze vinden zulke dingen leuk. En ik vind het ook persoonlijk leuk. It's entertaining. It's leuk. But it's not that serious. Ik weet niet hoe hoe hebben mensen geen sense of humor? Don't you have a sense of humor? Ik weet niet wat humeur is. En dan heb je ook mensen die even willen komen uitleggen van... En dan bijvoorbeeld... Nee, dit kon anders en dit kon zo. Of dit of dat. Mm-hmm. En weet je wat je dan moet zeggen? Je bent zelf ook niet grappig. Nee, dan moet je zeggen dan... Stuur me jouw video waar je me laat zien hoe het moet. Ja, precies. En als je een video ziet, robot... Want dan willen ze je komen uitleggen... Je praat over iemand specifiek. Je praat over iemand specifiek. Ja. Over wie praat je? Laten we internet bief veroorzaken. Over wie heb je? Karning. 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 Anna. Jouwe Karning. You're just a pretty face. I am the whole package. Hey. I have the talent and the face. Wel geen bil. Je kan niet alles hebben. Nee, maar zo weet je. Draai, kom, Luku even naar werkelijk. Laten we even kijken. Want ik denk dat je zelf niet zo... Ik ben ribbig. A plat dat je zo maar doet, hij doet ons niet wel. Ze kan twerken, hè, hallo? Hey. Ze kan twerken. Oh? Nou, ik kan doen ons er. Ja. Kom, laten we erop proosten. Dus bijna wil ik je n***, boy. Hé, Konerem, jullie doen echt goed. Nee, jullie doen echt wild. Nee, oh, je moet niet bij me, ik ben echt, hè. Ik ben ook echt. Die billen biggie direct. Moet ik even opstaan? Nee, we hebben het al gezien. Oh, oké. Okay. Nee, ik moet opstaan om weg te gaan even. Je wil weg. Talker, je bemoei. Samen vertellen. Ik wil je vriendin genezen, je bemoei. Ik ga alles weten. Okay. Ik ga alles horen. Vanaf begin tot eind. Hey, dames, look on, met takvrij, met waarderen. We genieten, we drinken. Unjan toe. Een gedeelte dat niet overgiet. Wat hebben we gegeten? Peper en water. We hadden patat kunnen eten. Chow mein no aan en rocco. Op zijn Surinaams. Echt Surinaams. Hoe geniet het? Zijn pingo in jou? Ja, tuurlijk. Dadelijk onjaan krabben, monjaan meti. Peper wat rabassi. Amasa de verantwoordelijk gasa. Kost don't ja even. Doe even aanhouden. Een keer hebben we hem in de ochtend duren gebracht. Look hoe iedereen ready. Iedereen ready. Wacht. Hey. Oh, ja, je mag. Al die biggie mofo is weg.
Helen, te Helen de. Lassie. Aguapara. Hey. Ja, 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 nee, absoluut. Want look, wat we net hebben gegeten. Wat is dat nou? Ik heb de eer. Ik heb de eer. Ik ben in Suriname. Oh, dus waarover praat ik? Dit is een Artemis Rip. Mika, een mooi boy, Doroda. Jezus. Je haar is mooi. Gratis, ik ben er aan het trekken. Trek het terug, ja, dat ik weet het. Heftig. Hallo. Oh, ja, ja. Ja, P.I., oké. Okay. Aha, oké. Pepre watra basi. Als we het doen in Gilly's Love Line, doen we het goed door Spanje de meids uit te nodigen, zoals Tall Girl en Helen. Maar ook Pepre watra basi heeft ons, en thank you. Ja, yeah, man. Heeft ons geblest met lekkere Pepre watra. Bless je daarvoor. Pepre watra basi, takangami. Want die mensen hebben niet kunnen meemaken. Dit is meer een behind the scenes, Sani. We njaan, we dringen, we takkie, gezelligheid. Maar net hebben we lekker, ik heb een pingo gegeten, maar krabu dit toe. Het is een feestje hier eigenlijk, hè? No sabi. Pepper wat rabazi. Pokken. Ontspannen. Ontspannen, toch? Heel ontspannen. Dank je. Hey, dames. Gracias. Dat zijn je nefast was miso. Na pepper wat rabazi. Aan het robben. Maar is wel opvallend dit. Hij is langer, ik bedoel. Oh, daar gaat het om. Daar gaat het om. Medora Samoro snel. Ja, dat wel, want net nog die meneer dat toilet naar aan Amitak. Even op om je foto even. Even nomen aan Isabita. Maar bellen plata toch? Aan het robin, maar te ai bukun. Hippie, hippie. Canada, baka. Maar, Pepper, wat rabassi? Om doe als aan die snel, want boy. Ik heb medelijden met je daar in die ding. Jij hebt besloten om tussen die dames te gaan zitten. Nou, you. Deze hebben we ook verledelijk, hoor. Je moet trekken terug, ja. Sawataki. Hoor, kolampo. Ja. Doe maar plezier. Ik zal mijn peo café naar mijn peper wat. Waar zijn jullie gevestigd? Oké, 1. We zijn elke weekend aan. Het was namelijk zo dat we alleen op de zondag aan zijn, maar dat ding gaat dus zo viraal. Het is natuurlijk de lekkerste peperwater in Suriname. Dus we zijn nu... Ik zit tussen twee dames, snap je, dus ik moet een beetje... Ik ben een beetje nerveus. Mijn papi is te groot van je, hè? Hoe kan het dan? Papi is te plat van je, hè? Dus nogmaals, op de vrijdag ben ik dus de Roelkaarsestraat. Dat is de zijstraat van de Anniestraat. Ja. Elke vrijdag, zaterdag, het is gewoon van huis uit. Elke vrijdag, zaterdag. Elke weekend. En de bedoeling is dat we dus nu op de zondag permanent te Vlooienmarkt zijn. Oh, je bent... In een volle. Je play one biggie pepper wat rabassi fenda in Osabi. Nee, maar ik... Probleem. Ik heb je nooit gezien. Ik ben vaak op de markt. Maar dit moment is nieuw, no? Dat je daar staat. Dat is vers. Afwisselend. Maar nu is het dus dat ik dus permanent, elke zondag nu... Ah, dus elke zondag, vanaf 7 uur morgens, mooi man. Zijn we dus te vlooien. Ja, met verschillende clubjes. Ja. Lang verhaal kort, Pepre Watrabasi, Turtonalaan, Markt of Tufa, je karing? Vlooienmarkt. Vlooienmarkt, zonde? Nee, Vlooienmarkt. En in het weekend? Vlooienmarkt is op de hoek van, is eigenlijk Turtonalaan. Ja. Je weet waar. Après ben je aan de drempel, toch? Dat je gewoon daar. Precies daar. Is er nog iets wat we moeten weten, Pepper Watrabasi? Oké. 1. Men kent alleen Pepper Watra met Anjumara, Pepper Watra Pingo, Pepper Watra Krabu. Maar ik heb nog een verrassing. Maar dat moet ik even nog even. Je houdt het spannend. Clip, hè? Je houdt het spannend. Oké. Okay. Iedereen kent bijvoorbeeld. Is goud, hè? Is dat echt? Oh nee. Je mag het. Dus Pepre Watra Krabu, Noas Marbesabi. We gaan nu Pepre Watra met garnalen. Ik heb het al geprobeerd en... Okay. Chef kiss. Dus dat wordt sowieso... Samen. So. Magnifiek. Dus zo zijn we hier aan het genieten van die peper wat er aan zo weet ik. Nee, Dem go tissing. Dat is voor ons. Maar ik kon het niet laten. Maar dat heeft een bijdrage geleverd aan welke sfeer we nu zijn. Ano, gezellig sopje, want naar peper wat er aan toe. Ja. Zo wordt een paar jaar met peper wat er aan. Mijn baka. Is het toch? En vandaag hadden we lekkere kip.
Peperota met kip, peperota pingo, peto anyo mara en peperota krabu. Peperota basi, bless you here, papa. Mo tanya misani? Sesika. Mo tanya misani? Fan. Yo tanya misani. No, inom go dape. Mo tanya misani tu. Me too. Dape imgo. Hij is bezig, hij is bezig. Peperota basi is druk bezig daar voor ons achter, want we gaan zo meteen door eten, toch dames? Ik denk dat het wordt gedaan. Dames, kan ik nog ergens aandacht van jullie krijgen? Ja, ja. Uno banyan, toch? Loop, maar zien hoe jij wegloopt. Aye, bless you. Aye. Kijk, hoe jij wegloopt. Best pre-water, yeah. Dat staat dit. Hey, ik vind het leuk dat jullie zijn geweest, dat jullie hebben gedeeld. Ah ja? Ja. Wat heb je gezegd? Niets. Oh. Of hadden het ook leuk? Ik ben blij dat je je lover hebt gebracht, je vriendin, je alles. Oh nee, Oké, we gaan. Maar maakt niet uit. Terwijl jullie jullie ding doen, moet tapping. Gilly's Love Line. En ik heb genoten van deze dames. Wie is dit? Ja, heb ik jullie aandacht? Wat is er met ons? Ik was over jullie aan het praten. Tall girl met Shanika. Helen. Imporing. Hey, het is 30 december en we gaan over naar een nieuw jaar. Iedereen die dit kijkt, ik wens jou het beste in een nieuwe jaar. Morgen in de stad. Me want de emotioneel aan een luk aan gaan doen. Dus Sanne, oh, wie is... En een leuk aan dit soort... Nee, maar hoeveel niet? Kijk, één tip dat ik altijd geef aan mensen... probeer te tapassan al de laatste 25 minuten. En een leuk. Klopt dat je toch? Maar één ding dat ik altijd zeg aan mensen... Be authentic. Wees te alle tijden jezelf. 100. Je hoeft niet erbij te horen. Doe wat jij leuk wat vindt. Van je denkt. Please jezelf. Ga niet met... het momentje begint met mensen. Figipoe. Terug. Doe een ronde, dat komt terug. Ik kan niet daartegen. Wat gaan mensen van me denken? Mensen dit met... Nee. Live life to the fullest. Leef voor jezelf. Het is jouw leven. Het is your story. Doe wat jij leuk vindt. Als jij vindt dat het goed genoeg is, just do it. Ga niet met het mensen en dit en dat en... Nee. Because at the end of the day, niemand geeft je te eten, niemand geeft je te drinken. Jij doet wat je moet doen. Dus een tip 2024, focus op jezelf en doe wat je leuk vindt. Because mensen, hoe verder we gaan in de tijd, hoe minder jullie moeten gaan focussen op negativiteit. Nee, het is verkoord, mensen. Er is zoveel stress hier en daar. En je blokt je eigen geluk. Don't be that uptight. Je blokt je eigen geluk. En als mensen te veel zijn in je leven, tapikoloku. Blok, wispoe, figipoe. Kijk, ik doe altijd dit. Wanneer ik dit doe, daarmee bedoel ik back to sender. Back to sender. Ga! Het leven is te mooi, dus doe gewoon wat je leuk vindt. Ja, ik weet, ik praat te veel, maar geloof me, ik zeg dit altijd, want ik zie en ik weet waarover ik praat. Doe wat je leuk vindt. En sinds Milo Smalop lick me, dat doe ik precies dat. Doe me een plezier. Tapa shogim, samen. If you don't eat, don't come. If it ain't about love... It ain't about nothing. Toodles! Happy New Year! Na de plus 1 die ze checken. Na de staan die ze checken in mijn leven. Na meer je lijkt plus 1. Hey! Min 5.